vakantietijd is dan ook weer Ramlila-tijd in Suriname. En zo zijn er nog een aantal organisaties overgebleven in Suriname die het Ramlila-spel organiseren. Er zijn er twee organisaties op leiding die dat nog doen. En aan de Vredenburg is er nog één organisatie. Nou, vanaf dit weekend start het Ramlila-spel de leiding. En we spraken er met de actoren, de motoren, die dit allemaal nog mogelijk maken en zich ervoor inzetten om het Ramlila-spel te organiseren in Suriname. Ik ben mevrouw Ragunath, de huidige secretaris van Stichting SCRI Leiding 9A. Ja, mevrouw Ragunath, wat kunt u ons over jullie organisatie vertellen? Nou, onze organisatie bestaat sinds 2016 en dit jaar hebben we gemeend om een 10-daagse Ramlila te organiseren. En dat start vrijdag 30 augustus en eindigt zondag 8 september. En dit is voor de hoeveelste maal dat jullie dat organiseren? Nou, dat is zeker 7e keer dat we dit organiseren. Ja. En er is altijd nog steeds animo voor, want ik weet dat het organiseren van een Ramlila toch wel vrij intensief is. Je moet de spelers hebben, maar je moet ook de plek hebben, je moet de financiën hebben. Het lukt allemaal bij jullie? Zeker weten. Het is eigenlijk meer de liefde die eigenlijk elke participant heeft voor het Ramlila-spel. Als we kijken naar het Ramlila-spel, dan is dit zeker overgedragen vanuit onze voorouders naar ons toe. En het is meer de liefde. Het is van generatie op generatie overgedragen. En dit is al zeker de 4e generatie die meedoet aan het Ramlila-spel. Ja, en die 4e generatie waarover u het heeft, is het een combinatie van jong en oud? Zeker weten, als we kijken naar deze stichting, dan bestaat zeker 95% geheel uit jongeren. En de rest bestaat dan uit wat oudere mensen. Ja, en zij die het Ramlila-spel ook zullen uitdragen, zijn ook jongeren die participeren? Sowieso, de jongeren hebben eigenlijk hier veel meer de voorkeur gehad om dat te doen. Hier in deze stichting krijgt eigenlijk elke participant de gelegenheid om te groeien. Hier letten we niet op welke kastenstelsel mensen hebben, zijn ze rijk of arm. Ze voelen zich allemaal thuis hier in deze stichting. Ja. En het begint allemaal op 31 augustus? Het begint op vrijdag 30 augustus. Correctie, dus het begint allemaal op vrijdag 30 augustus. Wat is de tijd? De tijd is van 6:30 tot 9:00 s'avonds. En de toegang is gratis? Geheel gratis. Okay. Wat wordt in feite uitgebeeld tijdens het Ramlila-spel? Eigenlijk als we kijken naar Ram Lila, dan kan het verdeeld worden in twee lettergrepen. Ram en Lila. Ram is afkomstig van de hoofdpersoon eigenlijk, Prabhu Shri Ram uit de Ramayana. En hij is de incarnatie van Vishnu Bhagwan. En Lila, dat is het goddelijk spel. Dus vrij vertaald betekent dan Ram Lila het goddelijk spel van Shri Ram. En als we kijken naar de Ramayana is een van de juwelen onder de Hindoe geschriften. En samen met de Bhagavad Gita vormt het dan één belangrijke culturele hoeksteen binnen het Hindoeïsme. Ja, en om dat zo goed mogelijk neer te zetten, ja, neem ik aan dat er heel veel komt bijkijken. Niet alleen maar de spelers, maar ik neem aan van kostuums tot make-up, tot noem maar op. Vertelt u een beetje over de organisatie van het Ramlila-spel door jullie organisatie zelf? Nou, sowieso. Als het ware zijn we 1 jaar vooraf bezig geweest om te lobbyen met elkaar om dit alles neer te zetten. Sowieso heel wat jongeren konden dan niet komen tijdens vergaderingen. Maar tezijdertijd, als het nadert, dan krijgen ze dat gevoel van nee, ik behoor tot deze Ramlila familie. Dus daar komen ze allemaal. Inderdaad wat u zei, als we kijken naar kostuum. We hebben dit jaar heel wat spullen gehaald uit India, speciaal uit India laten halen. En ook make-up. Daarmee spelen we dan ook. We willen toch dat een beetje, niet te veel aan make-up voor mensen zetten, maar dat het toch het mooie eigenlijk naar voren komt. Okay. Ja. Ja, en hoe groot is de groep aan spelers? De spelers bestaan zeker uit een 60 man. En laten we zeggen, de mensen die eromheen ook meehelpen, dat komen ongeveer op 100 mensen. Ja. En de selectie van de jongeren, zij hebben zichzelf opgegeven voor het spel of hebben jullie moeten recruteren? Hoe is dat toegegaan? Nee, kijk, hier in deze stichting, als we kijken, als we zo lang bestaan, dan hebben we zeker een groep jongeren die iedere keer meedoen. Stel je voor, ik praat over een leerling, maar het is een kind,
Ja, een kind van bijvoorbeeld in het 10 jaar, als zo een persoon komt in die stichting, door de jaren heen groeit dat kind. En door de jaren heen gaat hij dan grotere rollen krijgen. We weten wat dan de capaciteiten zijn, we selecteren en dan oefenen ze ook daar naartoe. Dus zo gaat het zo een beetje aan toe. En heeft er repetities plaats gehad? Hebben jullie moeten oefenen de afgelopen periode? Of zit het schoon in jullie ingeburgerd van dat jullie zoiets hebben van nou, we doen het al 7 jaren, dus dat hoeft niet hoor. Nee, kijk, heel wat jongeren hebben talent, maar dan nog wordt er, om het zo te noemen, een repetitie gemaakt. Je gaat oefenen en je komt er dan eigenlijk voor een groepje dat presenteren. En aan de hand daarvan, dan gaan we kijken of je werkelijk zo'n rol kan vervullen of niet. Ja, waarop letten jullie vooral? Eigenlijk de houding, de spraak en hoe vlot je bent. De zodoende, klopt. En de locatie hier, wat kunt u ons daarover vertellen? Kijk, de locatie, dit is al de tweede keer dat we hier de Ramlila gaan organiseren. Eigenlijk qua logistiek was dit eigenlijk de beste optie voor dit jaar. En vorig jaar hebben we het ook hier gehouden. Er was heel veel animo. Het was echt een geslaagde evenement geworden. Ja. Ik zie dat jullie rondom, rondom bankjes hebben geplaatst. Ja, dat zijn eigenlijk houten zitbankjes om de ringen. Dus eigenlijk komt er nog een touwtje bij kijken en dan hebben we de houten zitbanken. We hebben ook een wasjaardijstoelen, maar dat is beperkt. Dat is wel beperkt. Ja, en ik zie dat het wel heel mooi verlicht is. Klopt helemaal, want als we van 7:30 tot 9:00 de Ramlila gaan opvoeren, dan moet het wel goed belicht zijn. Ja. Ja. En mensen willen ook graag weten, van, is er ruimte voor voldoende parkeren? Er is sowieso voldoende parkeergelegenheid, alleen moeten ze wel netjes parkeren. Okay. Ja. Als ze netjes parkeren, kunnen heel veel mensen precies, dan. Precies, dat is zo. Dat is zo. Dat klopt helemaal. Ja. En wat voor attracties zijn er nog meer? Ik bedoel, de mensen komen, ze volgen het spel, wat nog meer? Dus in feite hebben we vandaag dat voorbereidend gedeelte al gedaan. U ziet, dit jaar hebben we meer gespeeld met de decor. Naast decor hebben we ook nog een bar, om het zo te noemen, geen bar eigenlijk gelegenheid om vegetarische gerechten te kopen en non-alcoholische dranken te kopen. Ja, ik denk dat dat meer voor jullie is als fondsvorming. Sowieso, de Ramlila opvoering is de grootste inkomstenbron van onze stichting. Ja, en is het allemaal ook mogelijk gemaakt dankzij donateurs, door sponsoren? Sowieso, dit alles is mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Zonder de ondersteuning van onze donateurs zouden wij dit niet kunnen bewerkstelligen. Ja. Welke wijze levenslessen haalt u uit de Ramlila die toepasbaar is in ons huidig leven en het jaar 2024? Nou kijk, als we kijken naar het Ramlila-spel, de belangrijkste les is eigenlijk dat het goede overwint het kwade. En dit alles hebben we in ons. We hebben die Shri Ram als die Raven in ons. Wij moeten zelf onze leven zodanig gestructureerd maken dat we een balans kunnen vinden tussen die Shri Ram en die Raven. We hebben beide in ons. Maar wij moeten dat even zelf voor ons uitkiezen, wat we willen. En zoals ik het al in het voorgesprek aan u zei, wat nog heel mooi is om te zien, want heel wat dingen dreigen te verliezen, heel wat dingen dreigen verloren te gaan vanwege het feit dat jongeren het niet over willen nemen. Maar ik zie dat jullie dit nog steeds koesteren en dat dit er anno 2024 er nog steeds bestaat. Precies, inderdaad. Als we kijken, we hebben een dagelijks zittend bestuur. En de gezinsleden, de familieleden, vrienden en kennissen van het dagelijks zittend bestuur, als alle leden van deze stichting, we helpen gewoon pro deo mee. En dat maakt ons eigenlijk tot die grote Ramlila familie. Het is gewoon de liefde die we hebben voor dat werk. Okay. Mijn naam is Vishal Pudai en ik speel de rol van Raven. Hoeveel jaren doet u dat al, meneer Pudai? Ik speel al bijna meer dan 20 jaar Ramlila. En de rol van Raven speel ik bijna 15 jaar. Okay. En waarom krijgt u de rol van Raven? Eerder speelde mijn vader de rol van Raven. En toen mijn vader niet meer, toen de voorzitter van ons, de heer Chander Singh, heeft overgenomen, wou mijn vader niet meer spelen. Toen mijn vader Raven speelde, af en toe speelde ook de rol van Raven. Dus dan zei de voorzitter van me, oké, je vader speelde, begin jij te spelen.
Dus dat begon ik te oefenen en zo begon ik, heb ik die rol van Rawan gekregen. Ja. En elk jaar, wanneer dan Ramlila nadert, hoe bereidt u zich daarop voor, zowel lichamelijk als geestelijk? Ja, dus maanden van tevoren komen we bij elkaar, bij voorzitter. Het is meestal in een week twee keren, dinsdag en donderdag. Dan wordt er vergaderd en daarna plannen we wanneer wordt er geoefend. En dan komen we, dan oefenen we met wie we gaan spelen. Met me, laten we zeggen, ik moet met Hanuman praten. Dan komt Hanuman ook, die jongen die de rol van hem gaat spelen, daar komt hij ook. Dan oefenen we samen. Ja. Ik ben Savitri Mohan Sarabjit Singh. Ik ben Reshma Rampersad. Ja. Jullie rol en jullie bijdrage? Mijn bijdrage is in de keuken. We zijn meer bezig met een bara deeg maken, plori deeg maken, dus simosas en zo. En bakken, verpakken voor de verkoop. Okay. Ja. En uw rol? Ook in de keuken. Het is ook meer sociaal wat wij doen. Het geeft een goed gevoel om sociaal bezig te zijn. Ik ben niet lang bezig in de groep. Ik ben ook pas gekomen omdat mijn zoon ook speelt. Het trekt me ook aan. Dus dit is de eerste keer dat ik meedoe in de keuken. En ja, we zijn het al gewend moet ik zeggen. Want ik kom uit de kookgroep, kookfamilie. En hoe zit het met de verkoop tijdens Ramlila, kopen de mensen heel veel lekkers? Ja, het wordt, de verkoop gaat wel heel goed. Ja, en dus dat betekent ook heel veel werk voor jullie dan? Ja, maar ja. We zijn al gewend, ik ben al meer dan 20 jaar bezig in deze groep. Okay. Dus iedere keer, per jaar soms twee keren dat we Ramlila hebben. En daar ben ik altijd actief bezig met alles. Dus we zijn al gewend. Okay. Dus voor ons is het gewoon routine geworden. Ja. Routine geworden. Helemaal. Ja. En wat staat er dus op het menu voor de komende 10 dagen? We zijn 10 dagen hier. We hebben verschillende soorten snacks. We gaan natuurlijk elke dag variëren. Sowieso standaard hebben wij bara, pulori, simosa's, ijsjes, schaapijs, popcorn. Ja. We hebben jalebi en gulab jamun. Ja. We gaan er is genoeg variatie. Ja. Dus men heeft veel keuze hier. Schaafijs ook erbij. Ja, dus. Ja. En de prijzen? Ja, we zijn bezig met de prijzen, maar we gaan het zo goedkoop mogelijk houden, zodat iedereen kan kopen. Ja, iedereen kan. Ja, toch? Nou, wat is uw oproep naar die samenleving toe? Nee, dit is een sociaal werk hier. Ik bedoel, het is een religieus iets. Het is vakantie. Ik hoop dat iedereen met hun kinderen komen. Het is iets leerrijks. Dus iedereen kan wat bijleren. Ja. Mevrouw Reshma, uw oproep? Ja, mijn oproep aan iedereen is, komen jullie massaal. Geven jullie het ook door aan anderen. En ja, er is genoeg hier om te zien, om te leren. Ik zelf leer ook eruit. Nou ja, en ieder is uitgenodigd. En ik weet, niemand gaat er spijt van krijgen.